is vandaag Goede Vrijdag. In een jaar waarin bijna nergens de Matthäuspassie is uitgevoerd. Hoewel er alle aanleiding is voor erbarme die. Bij zoveel ontzetting en zoveel verdriet. Het verdriet van mensen die hun geliefden moeten missen. De zorgen van mensen over hun naasten, over hun werk, over hun toekomstplannen. Komt er nog iets van terecht, die toekomst? Ik sta hier voor het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. En dat is een van de ziekenhuizen die coronapatiënten opvangt. En niet alleen uit Groningen, want hier worden ook Brabantse patiënten verpleegd. Die kwamen hier toen de coronacrisis in Brabant zoveel harder toesloeg dan bij ons. Mensen die nog nooit van het Ommelander Ziekenhuis hadden gehoord of zelfs van Scheemda. En ze haalden de krant omdat ze de eerste waren die het ziekenhuis weer verlieten. En ze weten de rest van hun leven waar Scheemda ligt. De plaats waar voor hen de toekomst begon. Dat geeft hoop. En langzamerhand dalen in heel Nederland de ziekenhuisopnames. Er overlijden minder mensen aan het coronavirus en we krijgen voorzichtig hoop. De aanpak lijkt te werken. Er is licht aan het eind van de tunnel. Natuurlijk, we zijn er nog niet. We houden afstand. We zoeken elkaar zo min mogelijk op. We redden levens door thuis te blijven. Maar ondertussen denken we na over het einde van de coronacrisis. Hoe we weer rechtop kunnen gaan staan. Aan de slag. Verder met ons leven. Zo gaan we het paasweekend in. Feestdagen die maar niet feestelijk willen worden. Pasen is het feest van de opstanding van Christus. Het feest waarin de dood niet het laatste woord heeft. Er is ook na deze ellende weer toekomst. Groningers weten dat. Het had nog nooit zo donker geweest. Of het daar altijd wel weer licht.